Hoi, ik ben Christina, muziektheaterjuf aan de Gooise Muziekschool. Ik geef speltraining en spelles en regisseer voorstellingen aan de afdeling muziektheater en de afdeling jongtheater. Als je 6 jaar bent, kun je al opgeven voor jongtheater. Dan leer je al zo de begindingen van het spelen. Je doet ook veel spelletjes en in de loop van het jaar ben je steeds meer bezig met scènes maken. Scènes die we in de voorstelling gaan gebruiken. Als je jong theater gaat doen, ja, dan leer je ook de begindingen van een rol spelen. Hoe doe je dat eigenlijk? Hoe hou ik mijn rol vast? Hoe blijf ik in de concentratie? Hoe kan ik mijn eigen fantasie in die rol stoppen of in de scènes? En op een gegeven moment kiezen we met elkaar een soort voorstelling die we dan willen gaan spelen. Bijvoorbeeld dit jaar doen we Minoes op zolder. Maar je hoort het al, het is het stuk Minoes, maar we geven er altijd een eigen draai aan. En aan het eind van het jaar laten we dan natuurlijk de voorstelling zien. Dan leer je ook alles eromheen. Hoe dat gaat? Een voorstelling. Nou, dan als je wat ouder bent, vanaf eigenlijk 1 jaar of 10, dan ben je welkom bij de afdeling muziektheater. Je leert dan echt goed spelen. Hoe doe je dat? De rol spelen. Hoe hou je je concentratie vast? Hoe maak ik het spel spannend? Hoe kan ik goed samenspelen? Hoe zorg ik ervoor dat wat ik in mijn hoofd heb aan fantasie hier echt neerkomt op de vloer? En ook dan weer geldt, aan het begin van het jaar zijn we nog bezig met allerlei speltechnieken. Je krijgt aan het begin van les een warm-up om te zorgen dat je lekker in je spel kunt stappen en dat je echt hier aanwezig bent. En dan krijg je een speltechniek en dan langzamerhand gaan we aan de gang met scènes voor de voorstelling. Zo'n voorstelling kiezen we weer samen. Welke voorstelling je wilt, we willen gaan doen. En laten we zien aan het eind van het jaar. Bijvoorbeeld afgelopen jaar hebben we de tweeling gedaan. Het is heel mooi geworden, met live muziek erbij. En dit jaar bezig zijn we met de West Side Story. En andere groepen zijn bezig met Drie Musketiers. En bijvoorbeeld, we zijn ook bezig met Minoes op zolder. Maar dat had ik al gezegd. Dat is voor jong theater. Voor zowel jong theater als muziektheater geldt dat je naast de speltraining en spelles ook zangles krijgt. Daarin repeteer je de liedjes, de zangnummers die we doen in de voorstelling. En ik regisseer dan uiteindelijk de voorstelling. En zo komen we met z'n allen op de planken. En dat is altijd één groot feest.